Omstreden activist Mohamed Ghatib geeft toch toespraak via livestream. Zo'n 80 studenten luisteren naar de Palestijn die eerder de toegang tot Nederland werd ontzegd. Het is superbelangrijk dat we dat dialoog voeren over wat er gebeurt in het Midden-Oosten. We zien allemaal de beelden. Alleen dat doe je niet door een extremist uit te nodigen. En verder in het nieuws vandaag. Festival Lent viert laatste editie om plaats te maken voor woningbouw. Een buurt verrast pakketbezorger na 7 jaar trouwe dienst. Palestijnse activist Mohamed Ghatib zou vandaag een lezing geven op de Radboud Universiteit. Maar vorige week kreeg Ghatib een inreisverbod omdat zijn komst zeer onwenselijk is volgens het kabinet. Pro-Palestina-demonstranten kwamen vandaag bijeen om te protesteren tegen dit besluit. Pro-Palestina-demonstranten zijn vandaag bijeengekomen op de campus van de Radboud Universiteit voor een protestmars. De aanleiding, het inreisverbod dat Mohamed Ghatib kreeg vanuit het kabinet. Waardoor zijn lezing vandaag niet door kon gaan. Ik vind het heel typisch hè, dat zij, de overheid maakt zich blijkbaar zo erg zorgen over dat studenten kunnen engageren met ideeën die niet hun eigen ideeën zijn. Hè. Ons kabinet maakt er geen geheim van dat zij de misdaden van Israël en Gaza steunen. En iemand die dan, nou, toch enigszins radicaal, maar ook wel gewoon het Palestijnse verzet steunend, die mag hier dan niet komen. In eerste instantie was Ghatib welkom op de universiteit voor zijn lezing, omwille academische vrijheid van studenten en medewerkers. Maar niet iedereen was blij met zijn komst. Vorige week riepen studenten en medewerkers in een open brief het college van bestuur op om de komst van Ghatib te voorkomen. Omdat wij vinden dat deze man geweldsverheerlijkende en terreurverheerlijkende uitspraak heeft gedaan. En de universiteit de verantwoordelijkheid heeft om haar studenten en medewerkers juist te beschermen tegen dit soort extremisme. En dat is een extremist die dus eigenlijk echt geen ruimte moet hebben op onze campus om te spreken. Dat heeft niks te maken met academische vrijheid. En staat juist het respectvolle dialoog wat over het Midden-Oosten echt nodig is, staat het in de weg. Ja, wij vinden het heel belangrijk dat er een grote diversiteit aan meningen te horen is op een universitaire campus. En daarbij staan wij dus, onze medewerkers staan wij toe, maar die hebben ook die academische vrijheid om academische bijeenkomsten, lezingen, debatten te organiseren. Dat moet wel onder de voorwaarden van de academische normen van het debat. Dat er ruimte is voor tegenspraak, dat er ruimte is voor kritische vragen, voor alles afwegen met elkaar. En ook dat aan wet en regelgeving wordt voldaan. En op het moment dat de overheid aangeeft dat iemand een inreisverbod heeft, dat daar redenen voor zijn, ja, dan zolang dat is in ieder geval, zullen wij dan de lezing in de context van een academische lezing op de universiteit ook geen doorgang laten vinden. Via een speaker was Ghatib toch nog te horen op de campus van de Radboud Universiteit. I would love to start by saluting the students movement, the international students movement Intifada. Kijk, het Palestijns verzet is voor studenten hier denk ik heel belangrijk, omdat het zo'n schrijnende situatie is. En daar moet mee gepraat kunnen worden, daar moeten ideeën over gevormd kunnen worden, daar moeten oordelen over gevormd worden, zonder dat je meteen verwijten naar jezelf toegegooid krijgt. Dus daarom vinden wij belangrijk om dat gewoon te doen in deze context. De demonstranten zijn het oneens met het besluit van het kabinet. Volgens hen is het belangrijk dat ook zijn mening te horen is. Ik vind het bizar dat dit soort stappen zijn genomen. Want er is eigenlijk geen juridische solide basis voor de stappen die zijn genomen door de minister. Dat het niet aan onze overheid is om te zeggen deze spreker wel, deze spreker niet. Als studenten kunnen wij zelf prima een oordeel vormen over wat een spreker te zeggen heeft. Ja, jammer dat het niet een volledige lezing kon zijn, college kon zijn. Je voelt het verdriet en de frustratie in zijn speech. Ja, en ik hoop echt dat al die dode mensen, al die kinderen en burgers die nu vermoord zijn, dat dat nu voor niks is. Dat er nou ook echt iets gaat veranderen. Op een schapenweidje in Lent wordt sinds de coronatijd jaarlijks een mini-festival georganiseerd door straatartiest Leo Dirks. Tussen de laatste kassen in Lent gaan ze normaal zijn schapen, maar dit weekend stond het weidje vol straatartiesten. En dat voor de allerlaatste keer, want binnenkort wordt er gebouwd. Op het schapenweidje tussen de laatste kassen in Lent lopen normale schapen van Leo rustig te grazen. Maar dit weekend moesten ze even plaatsmaken voor een mini-festival. Leo Schapenweidje is een jaarlijks terugkerend minifestival met straatartiesten uit heel het land.
Dit jaar voor het laatst, want in januari start de bouw van tientallen woningen. Weet je toch? Ja, 65 huizen. Dus op deze plek komen in de toekomst 65 huizen. Ik heb, voordat ik begon met het festival, zei ik, we gaan leuke dingen doen. En dat mensen zeggen, weet je nog, voordat die huizen stonden. Nou, dat ben ik nu aan het realiseren en ik weet zeker dat dat gelukt is. Begrepen. De laatste liedje op deze plek. Want uiteindelijk hebben we het nu 7 keer gedaan. En ze gaan snoeien omdat er geen vogeltjes mogen broeden zodat ze willen bouwen. En ja, per 1 januari moet ik hier van de wei zijn. En de plek verdwijnt misschien, maar het mini-festival niet. Leo is van plan om dit festival ook op andere plekken mogelijk te maken. Eigenlijk wat anderen allemaal in plannen schrijven, voer ik meteen uit. En ik ben geen schrijver, ik ben een gruwelijke dyslect. Maar ik krijg het wel voor elkaar. Alleen de financiën, vorig jaar heb ik er iets wat te veel geld op toegelegd. Nu ben ik een stichting begonnen, Stichting Tisso. En daar kunnen mensen donatie op doen. En dat gaat regelrecht weer terug naar de mensen met energie en leuke dingen doen. Ik hoop dat er voldoende binnenkomt op QR-code en op Stichting Tisso. Ik ben een stichting gestart omdat ik bij de gemeente regelmatig gevraagd heb van hey, kijk eens wat ik allemaal doe zonder dat ik budget heb. En dat er dadelijk vanzelf geld in het potje komt zodat ik dit nog in vele plekken in Nijmegen en Nijmegen-Noord kan verzorgen. Het festival verbroedert, merkt Leo. En ook de buurt is blij dat het bestaat. Elkaar ontmoeten gebeurt meestal niet, maar op Leo Schapenwei neemt iedereen even de tijd voor een praatje. Ik word zelf heel vrolijk van, dus ik denk de andere mensen ook uit de buurt. En veel meer nieuwe mensen ontmoeten, dus dat is ook heel leuk. Ik denk dat het leuk is dat zeg maar, voor buurt en vooral voor kinderen en mensen die hier wonen, dat toch wel iets wordt gewoon gezien. En Leo doet dat op zich wel heel erg leuk, die heeft wel altijd wel humor. Dus dat is, ja, ik vind het eigenlijk wel belangrijk dat er iets van, zeg maar, iets gezamenlijks is. Om elkaar te ontmoeten. Ja. Je ziet elkaar natuurlijk op schoolplein wel, maar dan spreek je elkaar niet. En nou, hier wel. Dus dan, ja, ontmoet je elkaar inderdaad. Ja. Ja, gisteren nog was er een jongen die zei, Leo, dankzij jou is het zo gezellig in de wijk. Ik zei, nou, dat zijn mooie opmerkingen. Het bestuur van dorpshuis De Lege Polder in Beuningen heeft de lokale politiek dringend opgeroepen om de bouw van een nieuw dorpshuis hoog op de agenda te houden. Dat staat in een open brief gericht aan het college van BMW en de gemeenteraad. Het bestuur, de gebruikers en de verenigingen krijgen al jarenlang de bevestiging vanuit het college en de gemeenteraad dat het dorpshuis inderdaad te klein is geworden gezien de vele activiteiten. De daad bij het woord voegen, dat doet de politiek echter al vele jaren steeds niet. Door ruimtegebrek in het dorpshuis worden veel verenigingen in Beuningen beperkt in hun ontwikkeling, zo constateert het bestuur. Gemeente Overbetuwe helpt woningzoekenden een handje. Ze hebben een kaart gepubliceerd met erop een overzicht van de geplande woningbouw in de gemeente. Waar mogelijk wordt ook de prijzen en de type woningen al vermeld. In totaal staan er 1560 nieuwbouwwoningen gepland, verspreid over 22 projecten. De meeste woningen worden gebouwd in Elst en Heteren. Meer informatie hierover is te vinden op overbetuwe.nl/woningbouwprojecten. Fans van de onlangs overleden zanger Liam Payne kwamen zondagmiddag samen in Nijmegen. Ze legden bloemen, knuffelbeertjes en foto's van een poppiedol neer in het Kronenburgerpark. De 31-jarige zanger van de boyband One Direction overleed anderhalve week geleden onverwachts na een val van een balkon. Hiermee vinden we troost bij elkaar, zo zegt organisatie Naomi Huibers. Via social media riep ze fans op om naar de herdenking te komen. Een kleine 20 jonge vrouwen gaven daar gehoor aan. One Direction verkocht wereldwijd ongeveer 65 miljoen platen. Vrijdag speelde NEC uit tegen Almere City. Op papier een makkelijke wedstrijd, zeker omdat Almere al 21 wedstrijden op rij niet had gewonnen. Toch ging de ploeg van Rogier Meijer onderuit en verloor door een eigen doelpunt met 1-0. Dus was na afloop vooral de vraag hoe dit kon gebeuren. Ik denk op verschillende redenen. Ik denk dat je zelf goede kansen niet afmaakt. En uiteindelijk maak je een hele ongelukkige eigen goal. Waardoor je 1-0 verliest. En na de 1-0 heb ik nog wel kans gehad om gelijk te spelen, denk ik. Alleen dat is niet gebeurd en dat is een zure avond. Een geliefde pakketbezorger uit de wijk Galgenveld in Nijmegen-Oost wordt na 7 jaar trouwe dienst op een bijzondere manier verrast door buurtbewoners. Stel Koek, die vanwege medische redenen afscheid moet nemen van zijn werk, werd even goed in het zonnetje gezet. Seltjoek werd gevraagd om het pakket te bezorgen bij elektronica-winkel Romito. Toen hij daar arriveerde, werd hij naar het restaurant aan de overkant van de straat gestuurd, zodat er een handtekening kon worden gezet. Maar tot zijn grote verrassing wachten daar de buurtbewoners hem op.
heb hier zelf 7 jaar pakketten rondgebracht. En die waardering die ik dan van hun terugkrijg, ja, dat is wel heel mooi. Ja. En gewaardeerd werd hij zeker. En daarom bedacht Ton, de eigenaar van de elektronica winkel, samen met de eigenaar van 58, om hem met de buurt te verrassen. Celtjoek ken ik al 7 jaar. Dus in de loop der jaren leer je iemand kennen. En op een gegeven moment loopt het op het eind, net als nu. Daar gaat het een beetje om. En ik heb heel veel verhalen gehoord van hem, wat hij allemaal meegemaakt heeft en alles. En dat doet je wat. En op een gegeven moment dacht ik van, hey, hij gaat er dadelijk mee stoppen, om medische redenen eigenlijk. En dan heb ik eigenlijk gedacht van, weet je wat, ik moet eigenlijk iets soort crowdfunding-achtig iets, wat dan ook. Ik moet iets gaan doen, ik wil iets opzetten. En dit werd, behalve een verrassingsfeest, ook een groot pakket vol cadeaus van buurtbewoners. Want Celtjoek heeft een bijzondere indruk achtergelaten. Nou, het mooiste van hem vond ik eigenlijk als ik ergens anders was, op een andere plek. Dan zag ik zijn auto voorbij komen en dan dacht ik, hey. En dan zwaaiden we ongeveer tegelijkertijd. Alsof we elkaar op een andere plek gewoon nog steeds herkenden. Ja, we zagen elkaar elke dag, want elke dag sta ik in de winkel. Als ik een pakket eerder wil hebben, dan bel ik hem meestal op. Zeg, Celtjoek, hoe is het? Waar zit je? Ja, daar en daar. Zeg, kun je niet even schermenwinkje maken, want een klant van mij moet er wat hebben en bla bla bla. Ja, dan ga ik wel even, doe ik wel even een schermbewegingje maken. En dan kwam hij eerder. En hij is behulpzaam, hij is eerlijk, nooit echt iets probleem met hem gehad. Ja, heel top gozer. Na een warm weekend zijn we inmiddels in wat grijzer weer terechtgekomen. Koud is het zeker nog niet, maar de bewolking heeft wel de overhand. Morgen kan daar in de ochtend en vroege middag nog lokaal een bui uitvallen. Verder is het zacht bij een graad of 15. Ook de dagen erna blijft dit weerbeeld vrij stabiel. Donderdag is er iets meer ruimte voor de zon. In grote lijnen blijft het droog, maar toch staan de dagen in het teken van grijze herfstluchten. En dit was het RN7 Regio Nieuws van maandag 28 oktober. Kijk voor het actuele nieuws op onze website rn7.nl of in onze gratis RN7 app. Nu op RN7 zie je een nieuwe NEC-update richting de bekerwedstrijd van morgen. En wij zijn er natuurlijk morgen ook weer. Dus ik zeg graag tot dan.